Hoi en super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Sims 4 aflevering. Hopelijk hebben jullie er weer zin in. Druk dan alvast op het duimpje omhoog en vergeet je natuurlijk niet te abonneren. We hebben net even de post gehaald. Amet die staat hier ook. Heeft ook de post gehaald zo te zien. Ik weet niet wat er allemaal in de brievenbus zat. Misschien hebben we de foto teruggekregen. Oh, nee, de foto is weer afgekeurd. Die foto van Justin wordt heel de tijd afgekeurd blijkbaar. Ik vind het echt zo ontzettend stom. En ik snap het ook niet. Want het zijn gewoon allemaal alledaagse outfits. Oh, ik heb er wel eentje teruggekregen. Die is goedgekeurd. Blijkbaar nee, toch niet. Oh, maar ik heb nog wel deze. Ik upload die gewoon. Dat was volgens mij ook een alledaagse outfit. Nou ja, die van Justin zijn blijkbaar niet goed. In ieder geval, de vorige aflevering was, ja, afschuwelijk. De meiden zijn hier nog bij Kaylee thuis. Maar ja, Kaylee's vriendje is natuurlijk overleden. We hebben hier een heel gedenkhoekje gemaakt. De urn van Justin staat er. Er staat een foto bij. Kaarsjes, de urn van haar ouders staat er ook bij. Bloemen. Nou, het is echt te triest voor woorden als je dit zo ziet. Dat ze zoveel mensen al is verloren. Het is echt gewoon afschuwelijk. We gaan straks naar de begrafenis van Justin. In een nieuwe kerk. Ik heb natuurlijk zo'n funeral kerk waar ik altijd begrafenissen hield. Ik heb daar nu een nieuwe voor. Dus die ga ik jullie zo laten zien. Maar ja, leuk is allemaal anders. Oh, dansen zit in mijn bloed. Jenna lijkt reuze naar haar zin te hebben op de dansvloer. Ja hoor, voor mij mag ze van dansen houden. Het gaat in ieder geval wel ietsje beter met Kaylee. Dat is wel fijn. Nou ja, het gaat niet echt beter. Ze voelt zich alleen. Ze is heel geconcentreerd op haar werk nu. Oh, dit is goed gegaan, de opdracht. Oké, nou dat is top. 229 likes. Ja, ze was even heel druk bezig met haar werk. Was even opgefocust. Ze had natuurlijk wat afleiding van alle meiden die langs zijn gekomen. Dus het ging wel eventjes iets beter met haar. Ze voelt zich ook nu wel weer geïnspireerd. Maar ze is ook nog steeds heel erg verdrietig en in de rouw. Maar ze heeft gelukkig nu genoeg afleiding. Oh, luidruchtige buren. Oh, jeetje. Er gaat weer van alles. Oh, maar het is niet Ximena, want die staat voor de deur. Oh, het is Amet. Oh, Amet heeft iemand het bed ingelokt. Oh, jeetje. Maar ja, het is tijd voor de begrafenis. We gaan eerst eventjes een andere outfit aantrekken. We moeten natuurlijk wel even een geschikte begrafenis outfit hebben. Want volgens mij heeft ze alleen zo'n hele mooie gala jurk. Nou ja, dat gaan we natuurlijk niet aandoen naar een begrafenis. Die Ximena wil echt elke seconde van de dag sporten. Dat is ook niet normaal. Ja, deze jurk heeft ze dus. Nou ja, dat is wel heel erg overdreven voor een begrafenis. Ik denk dat we gewoon voor een kort jurkje moeten gaan. Wat wel een beetje netjes is. Zoiets of zo. Dit is heel netjes. Heel prima eigenlijk. Er mogen wel iets minder sieraden bij. Anders wordt het alsnog best wel weer overdreven. Dat is gewoon niet de bedoeling. Het haar mag ook wel een beetje anders. Al weet ik niet zo goed hoe ik het wil. Ja, haar normale staartjes is ook weer niet helemaal geschikt natuurlijk voor een begrafenis. Misschien dit. Nou, dat past niet echt bij haar. Dit of zo, gewoon een simpel knotje, heel netjes. Nou, ze ziet er zo toch hartstikke netjes uit voor een begrafenis. Ja. We gaan een sociaal evenement plannen. Een funeral natuurlijk, begrafenis. Kaylee organiseert het. De gasten, nou ja, we moeten natuurlijk wel zijn huisgenoten even uitnodigen. Dave, Chrissy, Selena. Ik weet verder niet zo goed met wie die nog bevriend was. Ja, Jenna kende die natuurlijk ook wel, dat die mag komen. Ik weet niet zo goed met wie die nog meer omging, dus ik hou het gewoon hierbij. Het wordt gewoon een kleine begrafenis. Ik mag ook nog iemand uitnodigen als de minister. Wie zou ik eens uitnodigen? Mezelf als geest. Is dat even leuk? Nee, dat vind ik wel weer heel creepy. Oké, wie is daar geschikt voor? Pania. Die ziet er wel uit alsof ze daar geschikt voor is. Ik doe haar gewoon. Hebben we verder nog iets nodig? Een entertainer? Ja, nou ja, het kan. Ik doe het wel gewoon, want er staat ook een piano volgens mij. En dan gaan we gewoon naar de locatie. Funeral Church. Dit is dus een nieuwe. En ik ga hem even laten zien. Oh, nou die Pania is toch niet zo geschikt, want ze zit in de BH. Jeetje, dat is wel weer heel erg apart. Vraag om andere outfit aan te trekken, want dit kan natuurlijk echt niet. De rest is gelukkig wel redelijk netjes gekleed. Jenna is wel heel sexy, maar de rest ziet er wel prima uit. Oh, er komen zelfs nog meer gasten. Maar Pania, die mag echt wel wat anders aandoen. Hallo, doe eens even wat anders aan. Je gaat niet in je BH hier naar de begrafenis. Oh, ze heeft bijna alleen maar outfits in BH. Nou, doe dan maar dit aan. Dat is nog een beetje redelijk. Zij heeft nu wel de gala jurk aan. Dat was niet de bedoeling. Dus we doen eventjes deze aan.
Nou, dit is de nieuwe kerk. Hij lijkt in principe best op die vorige, maar er zijn zeker wel wat andere dingen. De begraafplaats zit nu hier aan de achterkant, waar dus ook de ouders van Kaylee liggen. En dadelijk komt Justin daar ook bij. Echt afschuwelijk. En de kerk zelf is gewoon ietsje kleiner, want in die andere zat ook een bar. Dat vond ik een beetje gek, dus dat is nu weg. Het is nu gewoon best wel simpel klein. Hier is een stereo met klassieke muziek. En hier boven mij zie je nog wat dingen die we moeten voltooien. We moeten... Ja, nou hier ligt hij. Oh my god. We hebben de pianiste, Fatima. Nou, dat is wel heel erg fijn. We moeten ook eventjes naar de bloemen kijken. Speciale bloemen voor Justin. En de minister is al begonnen met haar speech. Oh, ik hoorde dat er een sim overleden is die veel voor je betekende. Ja, dat ben jij, Justin. Nou, hij stuurt me gelijk een berichtje vanuit de hemel, de hel. Geen idee waar hij zit. Nee, hij zit in de hemel natuurlijk. Oh, er wordt al hele mooie muziek gespeeld. Dat is wel echt heel erg fijn. Het is wel een beetje chaotisch hier. Maar ja, zullen we maar gewoon even erbij gaan zitten. Laten we even wat blije herinneringen aan Justin met elkaar delen. Dat is misschien ook wel leuk om even met zijn huisgenoten te doen. Want die kenden hem, nou ja, misschien nog wel het beste en het langst. Want die woonden met hem samen natuurlijk. Oh, Selena is ook wel echt helemaal verdrietig. En Chrissy ook. Ik kan nog steeds niet geloven. Justin is gewoon dood. Hij zit gewoon hier in die kist. Het is echt ongelofelijk. Ik ben echt helemaal... Ja, ik weet niet. Ik moet ook de minister om advies vragen. Wat is dat? Wat is dat gebeurd? Dan krijgen ze iets erbij of zo. Beetje raar dat ik dat van alle vreemden ook zie of zo. Ik bedoel, ja. Ik hoef niet van iedereen te zien dat ze elke keer een hobby hebben gevonden. Maar ja, we gaan even de minister om advies vragen. Hopelijk heeft ze nog wat handige tips voor ons om door deze tijd heen te komen. Maybe it was time for your loved one to move on to a better place. Nou, het was helemaal nog niet de tijd van Justin om naar een betere plek te gaan. Hij was in de bloei van zijn leven. Hij had nog een heel leven voor zich, samen met Kaylee. Dat is nu gewoon weg. Nou ja, dan moet Kaylee nog maar eventjes rouwen. Dat heeft ze volgens mij nog niet echt helemaal goed gedaan. Ach, arme meid. We gaan even de will discussen. Ik weet niet precies wat het is. Is het met erfenis of zo? Ik weet het niet zeker, maar ja, we doen dat maar eventjes. En daarna gaan we iedereen nog even een knuffel geven. En dan zit deze begrafenis er weer op. Oh, Jenna heeft een gevoel verdiend bij mij. Dat is wel leuk. Verbonden gevoel door leuke herinnering. Oh, Jenna vindt dit een leuke herinnering. Nou, dat is ook triest dan. Nou, Chrissy, je krijgt van mij een dikke knuffel. Ik ga Jenna ook een dikke knuffel geven. Ik weet niet hoe verdrietig Jenna is. Jenna kende natuurlijk hem ook weer niet echt heel goed. Oh, Chrissy wil het niet eens. Ze is gewoon, wil geen knuffel van mij. Oké, nou, ik wilde ook alleen maar aardig zijn. Het festival van licht is begonnen. Oké, Jenna, wil je ook geen knuffel van mij? Jawel, toch? Dave, die wil vast... Oh ja, tuurlijk wil Jenna een knuffel. Nou, Dave was ook wel een knuffel. Oh, tuurlijk wil Dave een knuffel. Oh, we hebben nog steeds een beetje een flirterige balk met Dave. Dat is ook wel echt heel erg. Nou, Justin. Ja, dit was het. Ik heb geen woorden voor wat er gebeurd is. Maar het is gebeurd. Oh my god. En nu is hij hier. The funeral was beautiful. Nou, gelukkig was het een mooie begrafenis. Justin heeft ook nog $2000 voor ons achtergelaten om te erven. Nou, dat is wel lief. Ja, daar staat ze dan. We gaan dit grafschrift maar even graveren. Ik kan niet wachten om je weer te zien. Staat er nu op. Justin Fontaine, rust in vrede. Zo, nou. Justin, daar lig je dan. In de grond. Jeetje, wat verdrietig. En als ze het grafschrift nu gaat lezen, dan staat er inderdaad Justin Fontaine, rust in vrede. Ja... Het is triest, maar we moeten door met ons leven. En ik denk dat we dat ook gaan doen. Ik denk dat we met Jenna eventjes erop uitgaan om even ons hoofd leeg te maken. En om te kijken wat nu de volgende stap gaat worden in Kaylee's leven. Natuurlijk wil ik nog steeds... Ja, ik wil zo graag een leven met haar en Justin opbouwen. Maar ja, dat zit er niet meer in. Dus we moeten toch iemand anders gaan vinden. Om dat nu gelijk te doen, dat is wel heel snel. Maar we gaan eventjes naar Funky Nest, de club. We gaan gewoon eventjes lekker met z'n allen los. We nemen Chrissy mee, we nemen Selena mee. We nemen ook even het vriendje van Jenna mee. En we gaan gewoon even los. En hopelijk kunnen we dan even weer wat blijer worden. Nou, nog in onze begrafeniskleding en al zijn we ineens beland in de club. Weet je, we gaan gewoon even lekker drankjes nemen. Losgaan. Even lekker een wijntje naar achter gooien. Hupsakee, even ons verdriet wegdrinken. Want dat zal ze wel nodig hebben. Nee, Selena is niet dol op fitness. Hé, hey, daar hebben we Kaori. Die heb ik ook lang niet gezien. Goed zo, gooi het er maar even lekker uit, Kaylee. Hupsakee, even al dat verdriet eruit dansen. Jenna doet lekker mee. K-
kijk eens aan. Dit gaat helemaal goed komen met jou. Ja, ze weet natuurlijk al hoe ze moet rouwen. Best wel zielig. Oh, nou, ze is er toch weer mee gestopt. Is ze toch te verdrietig? Nee, toch? Ze zou heel zielig zijn. Oh, Jessie die is ook gearriveerd zo te zien. Oh, ze gaan nog wel gewoon door naar dansen. Oké. Okay. Nou, zijn er nog mensen waarmee ze een beetje kan praten die haar verdriet kunnen wegnemen? Joey is er. Emily is er. Oeh, oké. Okay. Oh, hier hebben we... Oh, ik dacht dat het Ximena was, maar dat is niet zo. Ximena is natuurlijk ook wel een oudere inmiddels. Caleb is er. Cadeau is er. Ik vind het een beetje gek om cadeau te zeggen, omdat ik zelf Bokoro natuurlijk heet. Nou ja, ik heet Bo, maar... Bokoro is mijn social media naam, dus een beetje gek om hem dan zo cadeau te noemen. Misschien is hij wel een aardige man, misschien kan hij ons een beetje opfleuren. Je weet het niet. Maar weet je, vandaag is een verdrietige dag, maar gewoon vanaf volgende keer... Oh, is Joey Dolp Fitness? Ja, dat is hij. Volgende keer wil ik gewoon echt weer helemaal... we gaan ons gewoon weer focussen op nieuwe liefdes. We gaan gewoon door met Katie's leven. Ja, ze stopt haar verdriet dan misschien een beetje weg. Maar goed, ze wil gewoon verder met haar leven en ze wil niet weer dat ze jarenlang moeten rouwen. Dus ze gaat gewoon proberen om door te gaan met haar leven. Ook al wordt het verdriet dan uiteindelijk misschien komt het nog wel erger terug. Maar goed, dat moet dan maar. Ze moet gewoon door. Gelukkig heeft ze Jenna. Jenna die gaat natuurlijk goed voor haar zorgen. Wel een drukke bedoeling trouwens. Is er ook een geest? Oh, kijk. Stefan die is er ook. Misschien is Stefan wel wat voor Kaylee. Is dat gek? Ja, dat is wel gek, hè? Oh my god. Stefan die... is al zo lang leeft hij. Ja, dat is ook logisch. Hij is een vampier natuurlijk. Maar hij gaat ook gewoon aan niks dood. Niet aan de zon of zo. Gewoon aan helemaal niks. Ik ben trouwens benieuwd hoe het met Kaori en... hoe heet ze nou? Emily? Nee, Yara gaat. Daar, ik zie ze nooit meer echt samen. Maar als het goed is, hebben ze wel nog gewoon een relatie met elkaar. Oh, ze kon er even niet langs. Nee, ze gaat even naar de wc. Jenna heeft trouwens iets in de hand, maar ik weet niet wat. Dat gaat ook niet helemaal goed. Oh, zit hier wel een deur eigenlijk tussen? Oh ja, dit leek echt net alsof ze naast elkaar zaten te plassen, maar er zit wel gewoon een deur tussen. Oh, misschien moeten we dit gaan doen, dit spelletje. Obi zit er hier in de geheime lounge? Oh my god, wat voor oren heeft hij? Jesper Vator, wie is dat dan? Die ken ik niet, het is een soort elf of zo. Dat heb ik nog nooit gezien. Nou, er zijn geen elfen in The Sims 4, toch? Oh, Kaylee en Jenna hebben even een goed gesprek op de wc. Ja, op de wc... Jenna is model. Ja, dat wist ze natuurlijk al. Op de wc heb je altijd de meest diepgaande gesprekken. Hè? Vooral tijdens het uitgaan. Nou ja, dat hebben zij nu denk ik ook even... Even een diepgaand gesprek voeren maar. Over wat er allemaal is gebeurd. Over hoe nu verder. Nou, dan wil ik nu even blikblok spelen. Kom op. Kaylee mag ook wel een beetje plezier hebben. Of heeft ze er echt helemaal geen zin in? Nee, ik denk het niet. Dit is ook een knappe jongen. Luke. Misschien zat er wat voor Kaylee. Ja, ik ben gewoon nu alweer op zoek naar de volgende. Ja, ik vind het heel erg. Niet dat we er nu meteen het bed in gaan duiken, maar... Ik bedoel, het is zo niet erg om nieuwe mensen te leren kennen. Misschien is het uiteindelijk wel wat. Nou ja, ze is zich wel aan het voorstellen aan Luke. Hij voelt zich heel ongemakkelijk. Nou ja, en Kaylee is verdrietig. Dus het is sowieso een drama. Dat gaat nu niks worden. Maar ja, ik heb me in ieder geval aan hem voorgesteld. Misschien dat we een andere keertje nog met hem iets kunnen doen. Oh, er werd hier geknuffeld ineens. Oh, Kaori staat ook voor ons. Respectvolle kennismaking met Kaori. Ja, we kunnen natuurlijk ook gewoon een keer weer... Of een keer weer. Een keer wat leuks gaan doen met Kaori. Kaylee en Kaori kennen elkaar nog niet. Maar dan leren we ze gewoon kennen. Ik denk dat het voor nu wel de tijd is voor Kaylee om naar huis te gaan. Ik denk dat ze... Ja, ze is ook verdrietig. Ze gaat gewoon helemaal niet zo lekker. Het is logisch. De vriendje is net dood. Maar in de volgende aflevering, als dat rouw een beetje voorbij is, dan... komt het wel goed en gaan we ons leven gewoon weer oppakken. Nou, ze is weer thuis. Ze heeft best wel honger. Maar ja, je hebt natuurlijk helemaal geen zin om te eten als je net al die drama hebt meegemaakt. Een begrafenis van je vriendje. Heb je helemaal geen zin. Het laatste wat je daar wat je dan denkt is aan eten. Dus we gaan gewoon lekker slapen. Morgen een nieuwe dag. We gaan opstaan met goede moed. We gaan proberen er wat van te maken. En Kaylee kan dit. Kaylee is een hartstikke sterke meid. Ik bedoel, ze heeft al zoveel doorstaan. Dit moet haar ook gewoon lukken. Dus ga nu lekker slapen. Doe in ieder geval een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Vergeet je niet te abonneren. En hopelijk natuurlijk tot de volgende keer. Doei doeg!